We hadden gedacht dat het een echte knaller zou worden vandaag. Misschien wel een vooruitgeschoven finale. Wij vonden feitelijk van niet. Een beetje te zwak uitgevallen bij Borgerhout en Loekenberg te sterk. Ja, dat kunnen we zo stellen. De eerste helft vond ik ons wel sterk spelen. We gaan de rust niet met 2 goals verschil, dus dat was nog op schema voor ons eigenlijk. En dan komen we uit de rust, en dat weten we nogthans, dat we soms zwak uit de rust komen. En we krijgen direct 4-5 kansen om op terug tot 1 doelpunt te komen. En in plaats van er eentje van af te werken, wordt het verschil onmiddellijk 4. En dan gaan we verder, denk ik, naar 5-6 doelpunten. En dat was het eigenlijk, jammer genoeg, na de rust direct gespeeld. Jammer, want inderdaad, wij hadden ook gehoopt dat er meer zou inzitten. Maar ik moet wel een pluim geven aan Boekenberg, die toch wel scherp speelt op verschillende punten. Je coach Eddy van Hoof zei daarnet, de korte kansen werden wat veel gemist. Ja dat is zo. Hè. Zoals ik net zei, 4-5 onmiddellijk na de rust. Ook in de eerste helft, een paar korte kansen rond de korf die we dan niet afwerken. En natuurlijk, langs de andere kant vallen er een aantal vrijworpen. Ik denk dat Jesse er 1 mist op de 8 of op de 9. Ja, daar zit er natuurlijk wel een groot verschil op onmiddellijk. Hè. Bij Boekenberg zitten ze toch wel met een paar flinke spitsen ook tegenover jullie. Ze spelen misschien meer een paar spitsen uit. Die zijn natuurlijk ook allemaal in vorm. Die komen uit het WK, dus die zijn goed aan het pieken. Laten we hopen dat die piek nog zal zakken en dat wij nog moeten pieken. Hè. En dan zullen we wel zien. Wie is de volgende tegenstrever voor jullie? Volgende week spelen wij op Psychopie. En dat is een wedstrijd die we absoluut willen en moeten winnen.